Hi, leuk dat je bij mijn filmpjes aankomt. Jullie laten Kim zien hoe ik deze lockwinske kaart maken heb. Daarvoor heb ik gebruikt de Balloon Celebration Stempel Set. De tekst heb ik maken mijn labeler alfabet. Daarin vist alle losse letters. Ik heb voor het oranje heb ik de Best Badge stempel gebruikt. En de ballonboeken heb ik gebruikt om de ballonjes uit te ponsen. Ik begin met de basiskaart. Die heb ik gemaakt van een A4 en terug midden snijd op 10,5 centimeter. En reelt op 13,8. Een strookje designpapier. Dit is de Calypso Coral. Deze is 12 centimeter bij 13,8. Een stukje Basic Gray van 9 cm bij 13,8. En een Whisper White. Daar ga ik het randje uitponsen. Dus ik heb even een streep gezet op ongeveer een hele centimeter. En een strookje waar straks de tekst op komt. De ballonjes heb ik gemaakt met verschillende kleuren cardstock. Pink Pirouette. Pool Party. En dit is Calypso Coral. Daar ga ik eerst maar beginnen. Ik pak daarvoor de stempels met de stipjes. Deze twee. En die gebruik ik om te stempelen. En deze gebruik ik, dit is het touwtje van de ballon. Ik gebruik dezelfde kleur inkt als de cardstock. Ik begin met Pool Party. Dat is een lietse ballonsje. En het lietse ballonsje pons ik dus zo uit. Dus dan moest even op de kop stempelen. Of dan moest een stukje afknippen. En dat hindert niks. Maar als je het grootste cardstock hebt, dan ponst het wat makkelijker uit. Dat is één ballonje. De volgende is het Calypso Coral. Dat is de grote ballon. Ik stempel in met dezelfde inkt. Ik is natuurlijk heel leuk op Whisper White stempelen en dan uitstansen. Wat er nou gebeurde, wie dat ik mijn hand hier op hier en dat ik een beetje dicht scoorde. Dus dan wil de pons natuurlijk net goed ponsen. En nog eentje mijn Pink Pirouette. Ik heb de stempel al gebruikt, dus dan moet ik hem even schermijtje. Daarvoor gebruik ik de Stamping Scrub en de Stamping Mist. Dat spuit ik hierop. En dan maak ik de stempel skin. En aan deze kant maak ik hem weer droog. Het is juist bijna net de stipjes. Zo is het misschien beter. Net echt, hè? Ja, daar is hij. En dat is het tweede ballonje. Het derde ballonje. De streepjes die ik stempel in mijn Basic Gray inkt. En daarvoor gebruik ik
dit stempeltje. Het is een touwtje. Ik stempel je in je leeg. Hier een beetje hoger. Ik ga ze niet omdraaien. En die doe ik het hoogst. De zijkant van het Whisper White heb ik ponst. Maar de Best Badge ponst. Daarvoor heb ik een streep gezet. En bij het streepkadel ga ik ponsen. Vanuit het midden. Doe ik dat. En dan krijg je het mooie randje. Beetje bijknippen. Ik zie hem dus net helemaal goed. Zo. Deze Whisper White plak ik op de Basic Grey cardstock. En daarvoor gebruik ik Tombow. En dat smaak ik erop. Het is lieke grut, dus ik kan het mooi op elkaar plakken. En dan haast ik nog dat leuke randje. En aan de achterkant nog een clean, beetje basic grey, van de basic grey. Voor het randje. Ik lis hem even bij mijn gridpeperdeel, want het is mooie hele centimeter blokjes. En dan plak ik dat zo. Fast. De ballonnen lijm je kick fast, mijn Tombow. Oh, dat weer de verkeerde kant. Stempel ik mijn Basic Grey inkt en dat doe ik op een strookje van 1 centimeter breed. Dan maak ik even een lijntje. Dan kan ik precies zien waar ik stempel in moet. Dan doe ik gewoon mijn liniaal even een streepje zetten. Basic Grey inkt. En de letters uit de labeler alfabet. Ik heb natuurlijk hele protte verschillende teksten, meidje. Ook Weenske. L, O, K, W, I, N. S en E. Dit
De L moet ik maar beginnen. Die moet ik natuurlijk wel hebben. Zo. Omdat ze het streep gezet heeft, kan het eigenlijk net scheef stempelen. Maar als het wel een beetje scheef is, dan hindert dat natuurlijk helemaal niks. Ik vind het altijd moeilijk om tussen rug te stempelen. Maar ik zet nou een keer broeken. Deze stempelsets vies beide in de jaarcatalogus. De jaarcatalogus is nog tot eind mei. Begin mei komt dan de retired list en dan weten we wat er uit het assortiment keert. Binnen nou bepaalde stempelsets die is echt heel graag hebben. Dan zou ik die adviseren om daar net te lang mee te wachten, want op is op vaak. En het zou zonde wijze als net meer die favoriete stempelset krijg ik. Dat is Lokwenske. Het lijntje heb ik even voortkomen. En dan knip ik aan de zijkant een vlaggetje. Is deze in vort. Deze niet ik vers aan de kaart. Ga je een stukje oud snijden. Deze niet-machine is net meer te kijken. Hij staat nog wel in de jaarcatalogus, maar hij is net meer bestelbaar. Maar ik zeg, bij de Praxis, ik een niet-machientje, dat is ongeveer hetzelfde. En die had ik van die leuke Lietse nietjes. Dus ik heb een bijvulcapeje. Dan is dit de kaart. Ik stamp, of aan de achterkant nog ik Dimensionals. En dan plak ik hem op de basiskaart. Dat is de kaart en ik maak hem al mijn rhinestones van Stamping Up. Daarvoor gebruik ik de paper piecing tool. Want dan kan ze mooi de onder even, het is dubbelzijdig. Hier zit een plaklaagje. En dan met de paper piecing tool kan ze het zo pakken en dan erop plakken. Dat weer de kaart. En ik wens je allemaal een hele leuke dag. Bedankt voor het zien. Ga je hem vragen naar Jerke graag. Hieronder stuur je hem nou het e-mailadres. En tot de volgende keer. Hoi!